Dit is Tommy Init en ik moest tegen hem en tientallen andere wereldbekende Minecrafters strijden voor 50.000 euro. Er waren verschillende custom game modes waarvan de eerste een bootrace was. Hier zat iedereen in een bootje en moest je tegen elkaar racen op het ijs door de Amsterdamse grachten. Go, 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 go. Oeh, let's go! Dit is even focus game. Zoals ik ben derde, hè, voor average. Let's go! Lekker dunken! Woo! Ik ben niet op het gaten. 13e. Dunken was onze hero. En verrassend genoeg stonden we na deze bootrace op de eerste plek. Ja! Let's go! En je denkt vast, huh? Wat bedoel je met we? Juist. Alle 8 teams bestonden uit 4 spelers. En mijn dream team samenstelling was Duncan, Puddingboom, Natvlees en ik natuurlijk. Ja. Hierna werden we op een grote schijf gegooid en was het de bedoeling dat we andere mensen van de schijf afsloegen. Oh ja, terwijl we op elkaars hoofd zaten. En natuurlijk zat ik met Pudding. Ik ben blind. Sla. Nice. Ja, top, je hebt twee. Links. Kijk goed naar de pijl, Pudding. Kijk goed naar de pijl. Naar rechts, beetje meer naar rechts. Naar rechts. Power up, rechtdoor. Ja, rechtdoor, rechtdoor. Meer naar het midden. Power up. Oké, die kan je met F's doen. Hier, voor je. Nice, we hebben iemand. Pudding, ga naar links. Oké. Oké, okay. Power up, start up, go, F. Oké, rechts, links, naar rechts. Twee man. Ja, heel goed, heel goed, links. Ja, wij wordt gespamd, Kev. Voor je, voor je. Oh my god. Achter. Hier, spannen ze allemaal, Pudding. Links. Links. Voor je. Dat is Pudding. Nee, je slaat elkaar. Kijk nou uit. Rechtdoor. Achter je. Oh my god. Dit was het, jongens. Oké, eerste is groen. Dan rood. Hey! Let's go! Ondanks dat we het niet heel slecht hadden gedaan, waren we wel afgezakt naar de 4e plek. Dus we moesten echt even doorpakken in Castle Clash. Team tegen team moesten we in PvP zoveel mogelijk slopen van het andere kasteel. Oh, je hebt al standaard een paar dingen. Nee, tegen die Spanjaarden, jongens. Echt? Tegen de Spanjaarden? Nee, niet tegen de zwetende Spanjaarden. Ja. Ja, die waren de beste en dat is die speedrunner, toch? Er komt één guy. Zij komen al op de brug. Ik ga er langs. Heel goed, Jar, heel goed. Die bogen charge heel raar. Ja, die bogen zijn echt weird. Ik heb een hit. Weer hit. Ik ben er langs. Hij is twee keer hit. Ik ben er langs. Ik word gekilled. Ik ben dood. Jar, kun je dat alleen? Shop op de twee dan. Hij heeft een fucking goede boog gekocht. Ja, ik kan hem upgraden, man. Hij heeft een tering goede boog. Ze komen. Jongens, kom op! Ze gaan terug. Ja, ze hebben geen TNT. Ja, dit is echt niet te doen. Ja, is fucking moeilijk. Ik wil echt waardeloos. Dit is echt waardeloos. Dit is echt verschrikkelijk. TNT. Allemaal zwaarden. Kijk, kom naar de gate. Go. Volgens mij nu tegen iemand anders. Ik heb geen armor. Ze zijn hier al meteen. De voorste. Ah, met die iron, jongens. Ik charge hem. Push. Blijf pushen. De voorste. Go. Volledig. De bank wordt aangevallen. Ja. Maar wij gaan die van hun nu ook aanvallen. Ik ben er, Jeff. Go. Heb je hem, Tunke? Ik ben dood. Ik ga naar de bank. Onze bank is dood, jongens. Die guy is bij ons naar binnen gestiegen. De bank is ook bijna kapot. Pak hun bank ook gewoon. Wij krijgen nu geen gold meer, hè? Bijna niet. Blijf gaan. Help me. Zit hier iemand binnen bij ons? Waar is die guy? Oh, hij loopt weg. Oké, pak TNT, ga meteen weer door. Volgens mij is er nu niemand meer op ons eiland. Ik leid twee mensen af. Ik heb niks. Jongens, we hebben een helft 16, we kunnen niet verder gaan. Nice. Last minute, oké, kom op. Oké, niet doodgaan nu. Niet doodgaan nu. Ik ben binnen. Dat is de beacon en je hebt een hooiwagen ervoor. Daar kan je opspringen. Lekker, boys! Let's go! Kom op! We moeten gewoon zoveel mogelijk blokken destroyen. Dat is gewoon het ding. Ik loop achter hun aan, zodat ik het een beetje kan helpen. We hebben een super TNT geplaatst. It's fine. Druk in plaats, ik hou bezig. Ja, ze lopen er langs, ze zitten in onze base. Ik ben hier, though. Pak dit. Ik heb hem gekilled in onze base, hij is dood. Blijf gaan, blijf die super TNT kopen. We zijn bij 0%, oh nee. Ja, wij gaan 0% aantikken, denk ik, of niet? Ja. Oh, we staan echt 70. Ja.
Yep. Ja, dit was echt een verschrikkelijke afgang en we wonnen uiteindelijk maar één van de rondes. En we zakten af naar de 7e plek. Was dit het? Moesten we de hoop opgeven? En om het nog erger te maken, werd ik ook nog door Wilbur gehaat omdat we hetzelfde kapseltje hadden in Minecraft. Wait, I'm from my... Dude, you... Oh! You have got the same haircut. This is just... He just taken my skin and changed it slightly. That's really scary. You just ignored me. I'm gonna fight someone. Oh god, it's ending. Fuck that guy, we're not gonna talk about him. Maar we gaven niet op. We waren nog maar aan het opwarmen. Want we moesten gaan schilderen met ons hele team. En wij zijn natuurlijk creatieve natuurtalenten. Iedereen had zijn eigen schildersectie. Duncan het hoofd, ik de chest. Pudding de broek en nat vlees de schoenen. Oh jeetje. Ik doe heel de chest, jongens. Doe, hey, gebruik echt tot aan de rand, jongens. Oh echt? Oh, okay. Ja, anders wordt hij heel smal. Dus als je de broek maakt, echt, laat hem de rand aanraken, gewoon. Ik vind hem best netjes, ik ga eerlijk zijn. Ik heb de kraag, ik heb de kraag, ik heb de kraag. Oké. Okay. Nee, oh, het is een riem. Oké, ik heb zijn riem is afgebrakkeld. Kut. Vergeet niet op confirm te drukken bij je boot. Oh shit, die van ons is op zich best wel nice geworden, jongens. Ja, wat de fuck zijn die benenhokken? Oh, iemand die heeft fucking Marge Simpson gemaakt. Wat hel? Ik ga wel foto voor iets wat Craftmaster is, though. Foto maar gewoon wat je mooi vindt, jongens. Let's go! Let's go! Dus wij hebben nu al die anderen ingehaald. Fucking nice, boys. Ja, hoor. Let's go! Nu kwamen we aan op onze favoriete game mode. We moesten als team zo snel mogelijk naar de overkant komen op de meest creatieve manier mogelijk. Oké, hier zit redstone in. Hier heb je pistons. Maar we moeten wel hoger bouwen, Duncan. Hij moet hoger. Oh, ja, maar ik kan niet slopen wel. Maar hij is ready, hij is we ready. Kunnen al gaan, jongens. We kunnen gaan. Gaat dit nu goed? Ja. Nee, kut. Okay. We zijn er afgevallen. Oké, het is nieuw. Blijf staan, blijf staan, Duncan. Duncan, you can do this. Go, Duncan, go. Ik ga het doen. Je bent er. Lekker, Duncan. Lekker, Duncan. Lekker, lekker. En nu? Wat moeten we nu doen? Duncan, kan jij niks meer doen nu? Ik kan alleen spectaten. Godverdomme. Kutzooi. Ja, sorry. We hadden echt... We hadden er beter over na moeten denken. Nu was er paniek. Duncan was wel als allereerste van iedereen gefinished. Maar nu moest de rest nog naar de overkant. Hoe breed, hoeveel blokjes breed denk je dat dat ding is, het kanaal? Niet heel breed, valt wel mee. Hoe breed denk je? Heeft er iemand een water bottle? 50. Hoezo? Hoezo? 50? Ik heb hier een vraag, dan kan ik guessen hoeveel blokjes het zijn. Doe 50. 50, oké. Okay. Je bent over! Ja, ik heb hem! Wat heb je gedaan dan? Ik ging naar die vraag! Drie keer waterbollen, ben jij dat nu aan het doen? Ik heb al een waterbosje, ik ben al aan de overkant, door een rivier. Jezus, wat door... een communicatie jongens, ga wel gewoon minen. Jongens, ja oké, okay, doe dat, terwijl wij even nadenken. Waar zou je een zadel vandaan kunnen krijgen dan? Er zijn twee van die blauwe boom met twee kistjes, misschien dat die daar ligt, maar dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Ja, of hier op die rotsen of zo. Maar niemand had een zadel terwijl die over de lijn ging? Van... Oh, ik ben ergens... Oh. What the fuck? Volgens mij ben ik aan de overkant, jongens. Ja, volgens mij heb je hem. Ja. Lekker, Jair. Oké, lekker. Kutzooi. Nou, ik had het al lang. Hartstikke mooi, jongens. Het ging fout toen het vliegtuig niet werkte. Ja, maar het werkte wel. Maar we hadden blokken eromheen. Als we in het vliegtuig waren, dan waren we binnen, gasten. Ja. Waren we eerste, tweede, derde, vierde. En na al deze pure paniek was het tijd voor de eindresultaten. Oh, results. Results. In-game. Orange achtste, zevende. We zijn niet laatste. Oké. Zesde. Okay. We zijn nooit op vijfde. Oh, let's go. Come on. Oh, let's go, boys. We hebben hem. Oh, boys. Let's go. De tweede plek. We pakten de tweede plek. En zo zie je maar weer dat elk stelletje ongeregelde kneuzen succesvol kan worden in Minecraft.